Niks aan Whitesnake. Dat is een soort taakstraf, hè? Je moet hem even uitzien. Eens even kijken. Zullen we hem open doen? Ja. Oh, Theo, gisteren hadden we natuurlijk ook die haan met die handtas. Ja, wel, hè? Ja. Dat was ook kippenpoot. Een kippenpoot, prima. Deze een beetje... even de Maxi Cosi de vinger in de oren doen. Noem eens... een dier met één schaaplip. Schaaplip? Een dier met maar één schaaplip. Een halve kip. Dat is een halve kip. Wat is die adrem, hè? Sven, kan je erbij? Hij weet het. Ik wist hem. Eens even kijken. Papa? Wat is een perverse relatie? Die zure zoon, help me liever mijn string weer aan te trekken. Skammeren, je moet er allemaal niet... Theo! Ja? Weet jij wat het verschil is tussen moed en lef? Nee, niet direct. Moed is midden in de nacht bezopen thuiskomen. Je vrouw staat op je te wachten met een bezem. En dan vragen... Wil je ze schoonmaken of vlieg je zometeen nog ergens naartoe? Dat is moed, dat is moed. Nou, lef. Weet je wat lef is? Nou. Lef is midden in de nacht bezopen thuiskomen met een vreemd parfumluchtje om je heen. Lippenstift op je kraag. En dan je vrouw op de kont staan en zeggen zo. En jij bent de volgende. Verschil tussen moed en lef. Ja. Even kijken, welke is het? Oh ja. Komt een vrouw bij de huisarts. Op zich ook een prachtopening voor hem op, hè? Ja. En zegt tegen de arts... ik doe geen oog dicht s'nachts. Als mijn man gaat slapen, dan heb ik de hele tijd een tepel van mij in zijn mond om op te zuigen. Ik kan me dan niet meer bewegen, ik kan er niet slapen. Ja, mevrouw, zegt die arts, daar weet ik wel iets op, hè? Nou, voordat u naar bed gaat, dan moet u eigenlijk de borsten... Nou, liever gezegd de tepels... even insmeren met van die venijnige Franse mosterd. U zult zien dat uw man absoluut niet meer op uw tepel wenst te zuigen, hè? En u kunt in alle rust gaan slapen. Zou je denken dat ze doet? Nou, ze doet het, hè. Zeg, komt die Franse mosterd. Ja. He, dan gaat het ook een likkie op. En nog een likkie op. En twee weken later komt die vrouw weer bij de arts. En die arts die vraagt of het probleem is opgelost. Zegt ze, kunt waarschijnlijk wel weer lekker slapen, hè? Roept die vrouw dus helemaal... Boze antwoord. Nee! Ik kan helemaal niet slapen. Nou neemt mijn man ook nog een kratje bier en een portie bitterballen mee. nog één? Ja. Even kijken, wat heb ik er allemaal in de aanbieding? Gedoe allemaal, hè? Nou, deze nog. Vakantietijd. Vader vertelt aan een kleine Jan dat ze op vakantie gaan. Ja. Ze gaan naar een heel ver land. Ze hebben een heel mooi hotel geboekt. En het is een zogenaamd all-inclusive arrangement. Ja. Hè? Een all-inclusive arrangement. Alles erop en eraf. Ja, voor de mensen die taal niet... Want het is in Italië, maar het gaat nu ook leggen. Het is een deel van hem op, hè? Ja, okay. Dus die vader die legt geduldig uit. Want die Jantje die kijkt net zo stom als een konijn in de koplamp. Als dat Jorien nu doet, ja, all-inclusive. Ja. Oh, wat is dat, hè? All-inclusive. Nou, die vader legt uit. Dat is een hotel waarin ze onze kamers opruimen. De bedden opmaken, het eten bereiden, de schoenen poetsen, de handdoekjes wassen, de kleertjes strijken. En die kleine Jan die begrijpt dat allemaal en die zegt, maar waarom nemen we mama dan eigenlijk mee? Veronica's top 1000. Alle tijden. Niet aardig natuurlijk. Er kunnen nog meer moppen bij. Iedere dag een nieuwe ronde, 10:50 bij Veronica en de moeder bij middagshows. Heb je een paar moppen op de harde schrijven ze dan of, wil je ze aan het digitale papier toevertrouwen? Mail ze naar zomertijd, apenstaartje, radioveronica.nl. Nu, als beloofd, nummer 760. This Love, Whitesnake.